zijn we lekker aan de gang sinds 4 januari. Dus we zijn weer lekker bezig. Ik ben heel blij dat we weer aan de gang zijn. Er zal weer een nieuwe rails erin gooien, ik weet het niet. Zo wel. Heel hard geluid. Ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Nou, we zijn hier de tramsporen aan het vervangen. Dus we zijn eerst de vardingen aan het slopen. Het oude spoor gaat eraf en daarna komt het nieuwe spoor terug. Zeker in zo'n boog als dit, we noemen het een boogbocht in het spoor, slijt best wel hard. Dus doordat de tram door de bocht gaat, slijt het spoor harder dan op een rechtstuk. En hier ligt het al bijna weer 20 jaar, dus dan is het versleten en tijd voor vervanging. Hoe wij lol in ons werk houden. Nou, gewoon grapjes met elkaar maken en het zijn kleine dingetjes die het eigenlijk door bewegingen. Want zoals jullie misschien gemerkt hebben, we hebben natuurlijk best wel geluidsoverlast. Je kan elkaar niet altijd goed verstaan. Dus het is altijd even een gebaartje van dit of zo hou je de lol erin. De hele kruising is voor het autoverkeer eigenlijk bijna dicht. We kunnen alleen nog de beuken weg oprijden hier. De fietsers en voetgangers moeten om het werkgebied heen. En er zit best een flinke omleiding om hier de normale bewegingen te vervangen. Dus je moet soms best een stukje omrijden met de auto. Normaal hebben we heel veel doorloop vanuit het park. Dus die moeten nu een beetje omlopen voordat ze bij ons komen. Dus dat mis je wel, maar dat hoort er ook allemaal bij. Ik zeg, ik heb er geen probleem mee. Als ik niet lang ga, ik over de stoep. De werkzaamheden zijn, als ze nu doorgaan en het weer zo blijft zoals het nu blijft, dan zijn we 5 februari klaar hier. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer. Doei doei!